Ik ben Tamara van de Kledingbank. Ik ben de oprichter van de Kledingbank. Ik ben dit begonnen om eigenlijk de armoede tegen te gaan. Mensen hebben gewoon geen geld om kleding te kopen. Een spijkerbroek tegenwoordig kost ook 30 euro. Nou, dat is gewoon voor heel veel mensen niet meer te betalen. We zijn heel klein begonnen. Ik ben vanaf een slaapkamer begonnen. We gaan iets anders verzinnen. Ik heb de gemeente gebeld. Die hebben mij kunnen helpen met een bloembollenloods. Daar hebben we een jaar in gedraaid. Vorig jaar mochten we in dit pand, waar we heel blij mee zijn. Maar het is zo verschrikkelijk druk. Dus we hadden ruimtetekort. Ik heb gelukkig met de gemeente kunnen afspreken dat we 2 extra lokalen erbij mochten. Daar gaan we van 1 van de lokalen wordt een voedingslokaal. Dat is speciaal voor de mensen die niet bij de voedselbank mogen, omdat ze net boven de grens zijn. Maar die mensen hebben vaak helemaal niks. Dus die willen wij ook ondersteunen met voeding. Want wij als team vrijwilligers hier, vinden niet dat iemand zonder eten naar bed moet. Oftewel de kinderen zonder eten naar school. Tussendoor nog hebben fruitje of zo ook niet. Dat mag in Nederland eigenlijk niet voorkomen. Helaas gebeurt het wel en daarvoor zijn wij om ze te ondersteunen. Vandaag hebben we een modeshow. Waarom? We willen iedereen laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. We dragen de kleding die gedoneerd is door particulieren, maar ook door ondernemers. De drempel voor de mensen die kleding nodig hebben is vrij hoog. Dat willen wij bij deze afnemen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de kleding die we hebben. Heb je een sollicitatie, hebben we kleding voor. Wil je trouwen, hebben we ook trouwjurken. Dat zijn allemaal dingetjes wat gewoon voor ons belangrijk is. Dat we dat nu kunnen laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Lucia, Dionne, de twee journalisten en onze vrouw.